Deze week ben ik lastig, maar het is eigenlijk ja, veel meer dan dat. Want zou ik alleen maar lasten en niet echt beseffen wat ik aan het lasten ben, ja, dan zou ik echt niet wijs vinden. Nu ben ik bezig aan een ruitje, zo'n dakraam. Echt ieder hoekje, ieder kantje moet perfect zijn. Allee, iedere las dat doet, is altijd wel een stapje beter. En het is echt zo een beroep dat je aldoende leert. Als je met een slijpschijf werkt, ja, dan komen er altijd zo van die vonken uit. En als die in je oog zitten, dan moet je naar een dokter en is dat eigenlijk zo'n splinter, maar dan uit je oog gaan. En dan ga ik daar een lasknop leggen. Maar daarvoor moet je eigenlijk eerst een lashelm aan doen. Want dat is echt gevaarlijk licht. Allee, als je daar een paar keer in kijkt, dan krijg je zo 's nachts lasogen. En dat wil eigenlijk zeggen dat er zo, als het ware, iemand constant zand in je ogen aan het smijten is. Normaal ben ik niet zo'n fan van veiligheid, maar hier snap ik dat wel. Oei, is dat niet aan. Maar zo bricoleren en prutsen en ja, van die kleine dingen maken, ik vind het echt wel super leuk, want ja, dan heb je zo je eigen creativiteit ergens ingestoken. En zelf zo dingen ontwerpen en maken, ik vind dat echt super wijs. En ik had zo ooit een keer aan de muur bij iemand zo'n hangende lamp gezien. En daartussen zaten er wel wat dingen. En dat was zo met twee buizen. En dan was er daar nog zo een buis aan. Dan kwamen die samen, die twee buizen. En daar pas op het einde, daar was pas die lamp. En ik ben dus beginnen schetsen en ik ben er dus aan begonnen. Gewoon super cool om zo ja, zelf dan te ontwerpen en dat dan zelf te maken. Ja, daar kruipt veel tijd in. Maar als het dan af is, ja, dan heb je echt wel zo een voldoening. En ja, dan is dat ook zo van nu, hè.